Breimachineles 25, Schoudernaad, Methode 2. Een samenwerking tussen Diane L. Sullivan USA en CraftMinded Nederland. Voor meer leuke weetjes en het delen van bestanden, bezoek onze Facebookpagina Breimachinespul Nederland. Ik wil graag nog een schouderaanhechting methode laten zien. Ik gebruik deze methode erg vaak. Ik heb je in de vorige les laten zien hoe ik het met de lusmethode doe. Als ik erg voorzichtig te werk moet gaan met mijn werkstuk, dan maak ik meestal een proeflap en oefen daarmee om te zien wat de mooiste instellingen zijn om de juiste spanning te krijgen voor de naad. Over het algemeen ben ik daar dan uiteindelijk erg tevreden over. In de vorige les heb ik de Kitchener steek laten zien, maar je kan vervolgens de Kitchener steek doen en daarna een bandje er tegenaan maken om het extra versteviging te geven. Er zijn altijd meerdere manieren om iets te doen, dus zoek uit wat jij de mooiste vindt. Bij deze methode hang ik de eerste schouder op het bed, net zoals ik in de vorige les heb gedaan. Deze keer trek ik niet de steken van de ene schouder door dat van de andere steken van de andere schouder, maar hecht ik beide tegelijk af. Op die manier kan je zien wat het resultaat is. Het is een beetje lastig hier op het eind. Zo, nu heb ik het. Daarna haal ik het restgaren eraf en kan ik meteen een controle uitvoeren of ik het goed heb overgezet. Nu hang ik het tweede lapje eraan. Zorg dat je de goede kanten tegen elkaar aanhangt. Als je de schoudernaad vooruit ontwerpt, kan het zijn dat daar waar je geminderd hebt in het werkstuk een beetje bobbelig wordt. Je steek moet je dan niet op dezelfde naald hangen. Bij dit voorbeeld ga ik dat niet doen en je kan zien waar ik geminderd heb dat het erg bobbelig wordt. Ik heb dit namelijk gedaan met omslag, maar in plaats van 4 steken, 2 toe breien en dan op de averechtse toer omslaan, kan je beter 1 steek doen, 3 toeren breien, 1 steek, 3 toeren breien, 1 steek, 3 toeren breien. Dit maakt een platter geheel. Je kan ook meteen een aantal steken aan het begin opzetten om op die manier ruimte te creëren in je breiwerk. Nu ik alles heb opgehangen, schuif ik alle naalden naar voren en doe met mijn andere hand het werk naar achteren. Ik gebruik niet zomaar de meest losse stand, maar ga eerst experimenteren wat de juiste spanning geeft met dit garen door middel van een proeflapje. Ik brei 1 toer en hang even de gewichten weer op om het afwerken makkelijker te maken. Ik ga het afhechten met de kitchensteek met gebruik van mijn tongennaald. Ik vind het gewoonweg de mooiste onzichtbare afwerking. Er moet gezegd worden dat ik vrijwel alles kan samenbreien op de breimachine. Maar waar je wel op moet letten, is dat wanneer je de zijkanten afhecht en of het nu om bobbels, lussen of gaatjes gaat, je de juiste steken afhecht. Normaal wil je 3 steken afhechten en er dan 1 overslaan op de vierde rij. Maar daar moet je dus even mee oefenen.
Ik laat je nu het resultaat zien en haal eerst het restgaar nog eventjes weg. Dit is dus de tweede methode en ik leg de eerste methode uit de vorige lessen eventjes naast. Persoonlijk vind ik de tweede methode er beter uitzien. Door experimenteren met de spanning krijg ik dus een stevige naad door de steek aan de binnenkant en zal het daardoor niet echt ver uitrekken. Dus op deze manier kan je de schoudernaden aan elkaar bevestigen op de breimachine. Succes met oefenen!